Nou, we staan hier bij een verzameling eekhoorns van Eveline van der Pas, een van onze vrijwilligers. Hartstikke leuk, Eveline, dat je die eekhoorns mee hebt genomen. Zijn het ze allemaal? Heb je, of nee, heb je thuis nog meer? Ik heb thuis nog een deel van de verzameling. Ja, ja. Ja. Nou, heel leuk, de eekhoorn. Als je denkt aan de eekhoorn, ja, dan denk je aan een leuke beestje. Je ziet hem hier ook staan. Jij hebt ook een schilderij meegenomen of een poster, ja. Waarop een verhaaltje staat over de eekhoorn, dat hij zo heel vlijtig is en altijd zijn wintervoorraad aan het aanleggen is, maar dat hij zo vlijtig is en dat hij het op zo verschillende plaatsen doet, dat hij vergeten is waar hij het allemaal verstopt heeft. Ja, kan ik niet meer vinden. Ja, nee. Klopt. Ja. Nou goed, ja. Hier zien we allerlei eekhoorns die jij hebt verzameld. Hoe ben je ertoe gekomen om eekhoorns te verzamelen? Op vakantie in Ommen. Bij een huisje. Op zo'n park en daar liepen eekhoorntjes in het rond en die kwamen zelfs binnen. Ja. Mocht niet, achteraf. Dat is logisch, want ze hebben vlooien. En dat vond ik zo leuk en toen ben ik met die kleine begonnen van het Wereld Natuurfonds. Oh, ja. Wat leuk. Ja. Dat was de eerste. Nou, het is ook een mooie. En hoe lang is dat geleden? Nou, ik denk een jaar of 15, 20 misschien al wel. Ja. En wat is voor jou een bijzondere eekhoorn? Heb je de een waarvan je zegt... Nou ja, de eerste. Dat sowieso. Ja. Dat vond ik... En heb je er daarnaast nog een waarvan je zegt... En deze zijn van mij, die twee, want die komen van schoonouders. Oh, die zijn ook bijzonder. Dus dat zijn boekenleggers, hè? Ja, boekenstandaard. Boekenstandaard, ja. Dat zijn een beetje de bijzondere... Nou, er zijn heel veel verschillende manieren om een eekhoorn weer te geven hier. Zien we hier in zo'n sneeuwbol... van kristal, in blikvorm, vorkjes of lepeltjes, cocktailprikkers, daar een heel setje voor kinderen. Ja, van vroeger is dat nog van mij, dat wel. Ja. Kaarsen in een, als kaars, zelfs een kerstkaart zie ik daar en servetten. En servetjes heb ik ook allemaal in de vorm van eekhoorns. Als ik die tegenkom... Dan koop ik die, sowieso. En dan zien we hier ook nog één. En dat is ook een hele bijzondere, want dat is helemaal ingelegd in mozaïek. Ja, ik ben mijn zwager gemaakt. Ja, zwager. Goh, mooi. Heel mooi. Gemaakt. Heel mooi. Ja, vind ik ook heel fijn dat ik die heb. En deze vind ik ook heel apart. Water. Een fles water. Ja. Die heb je dan gekregen toen je 60 werd. 60 werd. Dus bijna 7 jaar geleden. Leuk, iemand speciaal een etiket. Mijn overbuurvrouw. Ja, leuk. Ja. En dan zie je dat mensen moeite doen om je een cadeau te geven. Dat ze weten, jij spaart eekhoorns, daar gaan we iets mee doen. Ja, kijk, en net. Ja, en deze heb ik zelf gekocht op een kerstmarkt. Eentje is al opgebrand. Ja. Deze heb ik ook cadeau gekregen. Ja, deze krijg ik dan ook cadeau. Hey, ja, als ik dit tegenkom, hier ga ik wel actief op. Ja. En die kerstkaarten, dan ga ik wel echt zoeken waar de eekhoorns zijn. Want die vind ik dan leuk om te versturen van mij. En waar staat die normaal voor jullie? In de tuin. In de tuin. Die staat in de tuin. Ja. En die heb ik ook met de verjaardag van Geert en de kinderen gekregen. Ja. Nou, leuk. Heel leuk. Ja. Nou, hartelijk bedankt dat je het mee hebt willen nemen. Ja, en, ik vind het ook leuk. Dan krijgt hij een mooie plaats.